Guylison blijft geloven, maar dan moet Standaard winnen hier op Daknam. Twee maanden geleden wonnen de Roesjes voor het laatst buitenshuis. Lokeren speelt in zijn laatste thuismatch van het seizoen. Vooral nog om Harbawi topschutter te maken. En om Overmeire een mooie 300ste wedstrijd in eerste klasse te bezorgen. Maric en Kaya zijn ziek. Hun vervangers zijn De Pauw en Mertens. Michy Batshuayi blesseerde zich in vreemde omstandigheden aan de arm. Maar is vandaag wel fit genoeg voor de bank. De Camargo krijgt voorin hulp van Imo Ezekiel. En een pokoe vervangt de geblesseerde Muzang Ibia. De scheidsrechter is Peter Vervecke. Dan moeten jullie beginnen. Van Damme. Ezekiel de hoek in. De Camargo kiest positie voor doel. Carcela en Buis ook onderweg. Ezekiel met Scholz. Carcela. En dan Persons even met het voetje ertussen. Hier is een pokoe. Opare in één tijd. De Camargo. En De Camargo in twee keer dan al heel snel in de eerste minuut nog de 0-1. Beter kan je niet aan een wedstrijd beginnen. Carcela gaat jagen. Een pokoe krijgt tijd om voor te zetten. Opare, kijk eens wat een ruimte. En dan valt die bal perfect voor de voet van Igor De Camargo. Loker nog niet helemaal wakker. Ook Galicios maar half. En De Camargo als een echte doelpuntenmaker. Frommelt de bal voorbij Davino Verhulst. Odoi. Overmeire. Mooi tot bij Van Aken. Opnieuw Kylian Overmeire. Die gaat eens trappen. Waarom niet? Overmeire. Hier Dutra. Richt volledig verkeerd. Kylian Overmeire. Dit kan hij wel. Scoorde ooit op fantastische wijze van op die afstand hier tegen Standaard. Maar nu recht op Kawashima. 3 minuten ver. En er zit veerkracht in dit Lokeren. Mertens. Standaard wacht niet af. Gaat druk zetten. Scholz ook op zijn beurt. En blijft rustig. Ja, Verhulst niet. Dat valt mee. Standaard laat de dingen niet op zijn beloop. Probeert zelf wat af te dwingen. En dat lukt nog bijna ook. Odoi. Van Aken. Daar gaat Harbawi. Van Aken voor doel. Had hij blind gezien. De Pauw. Maar dat moest snel gaan, want die bal caprioleerde daar plots voor zijn neus. De Camargo. Saar. En Opare. Moest in één tijd gaan, maar daar gaat Carcela. Odoi. Toch Carcela. Aan die twijfelen. En dan moet Davino Verhulst weer ingrijpen. Ik denk niet dat die bal tussen de palen zou zijn geweest, maar Verhulst neemt geen risico's. Standaard is heel fel en gretig. Hij altijd natuurlijk. Harbawi, mooi, blind tot bij Van Aken en daar gaat De Pauw. Nee, paas niet perfect. Hier is wel Harbawi. Dutra, ruimte op rechts. Dutra zelf, bal lijkt af. En dan Kawashima. Ah, Lokeren komt er af en toe echt wel scherp uit. Een zonnig gesprek met een vurige Lokeren supporter. Tweede hoekschop van de wedstrijd. Paul-José Mpoku. Ah, kan nu net niet. En dan de hak. Is hij erover of is hij er niet over? Nee, Simon. Nou, blijkbaar wordt het doelpunt toch gevalideerd. En is hij er over geweest na overleg met de assistenten. Het is 0-2 voor Standaard op het half uur. En het is Ezekiel die gescoord heeft. Daar ziet u de man op de lijn staan. Hier het hakje. En hij is er helemaal over. Inderdaad. De bal is over de doellijn. Het is 0-2. Standaard heeft zich nog niet gewonnen. Ezekiel. Nog Ezekiel. Een pokoe. Een pokoe. En Verhulst. Een buitenspel van Ezekiel. En dus geen 0-3. Wat een trap van Paul-José Mpoku. Verhulst voorkomt opnieuw erger.
Het is geen buitenspel van Ezekiel. Dus het was eigenlijk wel 0-3. Lokeren geeft nog altijd niet op. We zitten in de 45ste minuut. De Pauw. Hier is Overmeijden. Overmeijden. Lokeren blijft ook proberen. Wil het spel sportief spelen. Dan moet het eerst een aansluitingstreffer maken. En voor de rust lijkt hij er niet te komen. Galicios. Zoekt Harbawi. Ja, die wordt toch geduwd door Opare. Nee, geen penalty. Zegt Verwekken. Maar ik denk dat hij ongelijk heeft. Nou, Opare, zijn glimlach verraadt veel. Nou, dit is toch gewoon een duw in de rug. Duidelijk, dat kan het toch niet zijn. Hij dekt aan de verkeerde kant en dan moet hij zo ingrijpen. Hoe licht dan ook. Dat had de match een heel ander aanzicht kunnen geven nog. Harbawi met Simon in zijn rug. En ze Van Damme nog. Nou, Lokeren probeert er een fysieke slag van te maken. De Pauw. Harbawi zoeken. Ja, bal tussen de palen. Het is zijn eerste doelpoging. We schrijven minuut 57. Maar ze blijven hem wel zoeken. Harbawi. De Pauw. Zoekt Harbawi. Ah, mooi hoe hij die bal aanvalt van ver. Maar hij raakt hem niet goed. Hamdi Harbawi. Wil zo graag zijn 22e maken. En kan Lokeren ook in de match brengen weer. Want ze doen nog altijd mee. Lokeren voetbalt. Standaard vangt op. Van Aken voor de Pauw. Goede loopactie. De voorzet. Kawashima. Ah, Van Damme was er nog om de angel eruit te halen. Standaard speelt met vuur. Zo stilletjes aan. Standaard loert op de counter. Hier is Ezekiel. De Camargo in het centrum. Ezekiel gaat naar zijn rechter. Jawel. En dan wordt hij aangetikt en krijgt Standaard een penalty. Geen penalty voor Lokeren. Wel eentje voor Standaard. Ja, is heel erg snel. En Galicios reageert te langzaam. Kan je weinig tegen inbrengen. Een Poku kan de titelstrijd met nog een paar dagen verlengen en dat doet hij 0-3. En dan is het over en out denk ik voor Sporting Lokeren. 63 minuten gespeeld. De rust de andere kant uit. En een Poku is een specialist, doet het heel rustig. Kijken naar de doelman. En dan even naar de bal. Heel beheerst. Pozos in Poku. Galicios. Mooi tot bij de Pauw. Nou, Simon is ook uitgespeeld. Hier zit nog wat in voor Lokeren. De Pauw. Duurt misschien net iets te lang en dan vindt hij Patosi niet. Persoons. Patosi. Daar is Harbawi. Hij komt net te kort. Nou, hij had hem wel degelijk gezien aan Jan de Patosi. Dit was geen schot, wel een paas. Ze willen zo graag dat hij nog eens scoort. Van Damme, mooie sleep. En nog eens. En dan toch de voorzet. 4-0, nee! Igor De Camargo. Hij had zijn tweede kunnen maken. Ze hebben de oldschool bordjes uitgehaald, omdat het elektronische bord het heeft begeven. Koen Persoons mag naar de kant. En Peter Maas gooit er Ansa nog in voor de laatste 13 minuten. Ouderwetse bordjes, wat mij betreft mag dat zo blijven. Geen Batshuayi vandaag. Daar is ze niet blij mee. Mooi van Odoi. En dan de goal. Is het Harbawi of is het een on-goal? Dat is dan de vraag. Maar Lokeren heeft eindelijk het doelpunt dat al heel lang zocht bij het ingaan van de extra tijd. En dan is het belangrijk voor deze Tunesier of hij zijn 22e heeft gemaakt. Want dan is het doel volbracht.
Batshuayi. Zijn ploegmaats hebben er alles aan gedaan om die goal van Harbawi te vermijden. Maar uiteindelijk valt ze dan toch. Nou, ik kan het niet zien of dat het Opara is of Harbawi. Het is misschien ook net buitenspel van Harbawi. Maakt Harbawi hem? Nee, het is een on-goal. Het is een on-goal van Opara, dus geen nummer 22 voor Harbawi. Ook al claimt hij hem. Standaard doet wat het moet doen en verlengt de titelstrijd tot de laatste speeldag. Loker heeft zijn goal, maar het is er geen van Hamdi Harbawi.